je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb van de week op Instagram gevraagd of jullie het leuk vonden om deze make-up look daar een tutorial van te zien. Ik noemde het toen een daytime smoky eye. Wat je ziet is een beetje met bruin tint toch een wat meer smoky effect. Echte zwarte tinten vind ik meer voor de avond. Dit kan overdag wel. Jullie vonden het leuk om een video te zien, dus die heb ik bij deze gemaakt. Als je wil weten hoe je deze look bereikt, kijk dan even verder. Ik heb al een dagcreme aangebracht, natuurlijk mijn gezicht gewassen. Ik heb net gedoucht, mijn haar is ook nog nat. Dus ik heb gewoon mijn gezicht gewassen. Ik heb mijn dagcreme van Image aangebracht. En omdat we nu een smoky eye gaan doen, ga ik eventjes beginnen met mijn ogen. En ga ik daarna pas de rest van mijn gezicht opmaken. En voor mijn ogen gebruik ik nu heel eventjes de Olaz Eyes Ultimate Eye Cream. Dat is deze. Ik heb een vrij slechte nacht gehad vannacht. Ja, dat is een van de leuke voordelen van zwanger zijn. Dus ik wil een klein beetje die wallen wegwerken. Dus ik breng die even onder mijn ogen aan. Dat dep ik er een beetje in. Wees altijd voorzichtig bij je ogen, want die huid is daar heel dun. En ik gebruik dan ook een klein beetje op mijn ooglid. Dat zorgt ervoor dat de ogen een klein beetje een soort sticky zijn. Waardoor zo meteen de producten ook allemaal wat beter blijven zitten. Dan ga ik weer werken met het Jaclyn Hill palette, wat ik vorige keer ook al gebruikte. Ik denk dat dat gewoon een hele goede basic is als je op zoek bent naar een fijn palet. Want hier zitten gewoon heel veel verschillende kleuren in. En ik ga dan even beginnen met deze twee kleuren. Daar pak ik weer mijn grote kwast voor. Dat is de Morphe R30. Deze. En daar breng ik de kleur even op aan. En ik ga dan weer beginnen om in die arcadeboog te blenden. En dat doe ik dus met heen en weer bewegingen en kleine rondjes. En Luna is hier idioot aan het doen, want die wil heel graag eten. Thomas ligt nog in bed en ik word echt misselijk als ik daar aan moet denken. Dus ze moet maar even wachten. Zo bij het andere oog. En dit is echt een lichte kleur, dus het is niet zo erg als je daarbij een beetje hoger gaat. Als het in ieder geval allemaal maar goed geblend is. Dan pak ik deze kwast, die lijkt erop, maar die is iets compacter. Dat is de Morphe R39. En dan ga ik aan de slag met deze kleur en die kleur. Een beetje mokka bruine kleurtjes. Pak ik niet te veel van op mijn kwast. Dus. Nou, die is lekker de tent aan het afbreken. Ik heb dus niet te veel op mijn kwast. En ik ga die nu echt wat beter in die arcadeboog en wat lager houden. En daar ga ik hem blenden. En ik breng het ook een klein beetje naar buiten toe hier, zoals je ziet. En deze kant hetzelfde. Dat doe ik nu er nog vrij weinig op mijn kwast zit. Nog goed over dat hele ooglid heen.
zet ik die arcadeboog nog een keertje goed aan. Pak dan die nog een keertje en ga nog een keer langs die randjes. Zodat we geen harde lijnen hebben. De zon is hier een beetje aan het doorkomen, dus het licht wijzigt een beetje. Sorry daarvoor. Nou, je ziet dus dat dit warme kleuren zijn. Ik heb groene ogen. En je ziet dat mijn ogen daardoor dus ook groener aan het worden zijn nu. Nou, deze basis zit er goed op. Ik pak dan de volgende kwast. Dit is de Morphe F18. Dat is een hele compacte kwast. En daarmee ga ik deze kleur hier pakken. Dat doe ik een klein beetje op het topje. En daarmee ga ik heel dicht langs die wimperrand, ga ik dat erop duppen. En vanwege deze kleuren hebben we dus de gezichtsmake-up nog niet gedaan. Want je hebt grote kans dat het een beetje naar beneden gaat vallen. En als je dus je gezichtsmake-up allemaal al gedaan hebt, heb je hier dus nu allemaal donkere vlekken. Nou, ik blend dat dan een klein beetje, als ik dat erop gestempeld heb, blend ik dat een klein beetje naar boven toe. En dat doe ik ook weer bij mijn andere oog. Ik begin aan de buitenkant en ik werk dan langzaamaan naar binnen toe. De donkerste kleur wil je natuurlijk aan de buitenkant hebben. En naar binnen toe mag het wat lichter worden. Zo. Nou, dat ziet er dan dus zo uit. Je ziet dat ik nu eigenlijk drie verschillende kleuren heb gebruikt. Maar die blenden allemaal mooi in elkaar over, waardoor je dus geen harde lijnen ziet. Dan ga ik verder met diezelfde kwast. En dan pak ik even deze kleur. Dus dat is echt een donkerdere bruin. En die ga ik nog wat dichter aan de wimperrand aanbrengen. Begin weer aan de buitenkant. Hetzelfde aan mijn andere oog. Zo. Je ziet dus dat het nu aan die wimperrand nog wat donkerder is geworden. Dan pak ik deze Small Angle Brush. Dit is de A08. Een Boozy Brush. Dat is van Boozy Shop heet dat geloof ik. En daarmee ga ik deze kleur gebruiken. Het is echt een hele donkerbruin, bijna zwarte kleur. Die doe ik dus op de bovenkant van het kwastje. En die breng ik tegen de wimperrand aan. Ik moet daarvoor wel even goed in de spiegel kijken. En weer aan de buitenkant. Gaan langzaam een beetje naar binnen. En dus echt tegen die wimperrand aan. Zo, nou dat is dus eigenlijk hoe je de basis van hoe je een smokey eye maakt. Heel veel mensen denken bij een smokey eye gelijk aan zwart. Gelijk met zwart aan de slag gaan. Nou, als je dat doet krijg je twee zwarte gaten. Ik heb nu vijf verschillende kleuren gebruikt. En ik ben van licht naar donker steeds dichter langs de wimperrand gaan werken. Nou, de basis zit er nu op. Je ziet dat er inderdaad het een en ander een kleur naar beneden is gevallen. Dus dat ga ik nu even schoonmaken. Ik pak daarvoor even een
cleansing wipe. Dit zijn black charcoal wipes van... ik heb geen idee, die heb ik ooit een keer ergens bij gekregen. Maar het gaat er gewoon om dat je even zo'n doekje hebt. En dat je dat dus even goed schoonmaakt hieronder. En het mooie daarvan is ook dat je eigenlijk in één keer ook een mooie strakke lijn kan creëren. Hier. En hoe meer je je oogschaduw natuurlijk ook naar buiten brengt, hoe meer je dat nog kan doen. Maar je ziet al dat je hier dus een strakkere lijn krijgt. Nou, de ogen zijn klaar. En dan ga ik verder met gezichtsmake-up. Ik heb weer mijn Morphe spons. Die heb ik vochtig gemaakt onder de kraan. En ik gebruik nu de foundation van Huda Beauty. En ik heb nu de kleur crème brûlée. Die doe ik een beetje op mijn spons. Dit vind ik een hele fijne foundation. Die is ook mooi dekkend. En die breng ik nu overal een beetje aan. En die ga ik dan vervolgens erin deppen. Als je niet zo erg bent van de hele dekkende foundation, dan kun je natuurlijk ook een andere foundation gebruiken. Ik had vorige keer de foundations van Milani, de Conceal & Perfect foundation. Die is wat minder heftig dekkend. En hij oogt nu vrij wit. Dat komt omdat er SPF in de foundation zit en ik zit hier met speciale lampen. Zodat jullie het goed kunnen zien. Maar daardoor sla ik dus even wat witter uit. Dus let daarmee ook altijd op als je foto's gaat maken en er wordt een flitser gebruikt. Zorg dan dat je geen foundation met SPF erin hebt, want dan wordt je gezicht dus helemaal wit. Kijk, met dit licht is het al wat beter. Nou, goed in de haarlijn. Goed langs de oren. Neem je oren ook mee als je je haar naar achter draagt. Nou, je ziet dat ik nu dus een vrij vlak en eentonig gezicht heb gekregen. Daarom is het zo belangrijk om zo meteen met concealer en contour aan de slag te gaan. Nou, wat ik nu wel even doe, omdat ik best wel een beetje wat wallen heb, wat donkere kringen. Dus voordat ik mijn concealer ga aanbrengen, breng ik een beetje van deze aan. Dat is de Pro Conceal van LA Girl. En dit is de oranje, die heet Orange Corrector. En dat zorgt er eigenlijk voor dat dat grauwige een beetje weggaat. Dus daar ga ik een klein beetje van aanbrengen onder mijn ogen. En dan daar waar de donkere stukken zitten. En die blend ik dan ook even goed in. Van die correctors heb je verschillende. Als je bijvoorbeeld ook veel last hebt van pukkeltjes. Ik heb dat ook een hele tijd heel erg gehad. Of van roodheid in je gezicht. Dan heb je bijvoorbeeld ook deze. Die is een beetje groenig. Dit is de mint corrector. En je hebt dan ook echt nog een donkerder groene. Voor als je hele rode plekken hebt. Zo, die zit er dus op. Ga ik verder met concealer. Nou, ik gebruik weer de Becca Aqualuminous Concealer op de plekjes. Het valt op zich wel mee volgens mij vandaag. Een beetje hier. En hier. Zo. En voor onder mijn ogen ga ik dan weer verder met de Jouer Essential High Coverage Liquid Concealer. Deze. In combinatie met Colourpop Concealer in Fair Neutral. Die.
niet te veel van die Jouer, want die is echt heel dekkend. En dan die Colourpop erbij om het wat makkelijker te kunnen blenden. Zo. Even met die plekjes. En dan onder de ogen. Nou, tap dat even aan en dan werk ik het naar beneden en naar buiten toe. Dan ga ik verder met de Morphe bronzer. Dit is de Glamour Bronze in de kleur Icon. Dat gebruik ik en daar gebruik ik een Sigma Angled Kabuki F84 voor. Ja, die breng ik dus even aan. Aan de zijkanten. En dan ga ik in die dieptes van mijn gezicht een beetje bronzen. En langs mijn haarlijn en langs de kaaklijn. Nou, dat zorgt er dus voor dat ik weer een beetje warmte in mijn gezicht krijg. En ook een beetje diepte. Nou, ik kies er vandaag niet voor om daar een hele strakke lijn in te gaan maken. Het is gewoon een dag make-up. Dus ik hoef niet zo'n hele strakke contour, maar je ziet wel dat die gewoon wat in de diepte van mijn gezicht is aangebracht. Ik ga nu even mijn wenkbrauwen doen, want oh, wat zien die eruit? Ik gebruik vandaag daar de Anastasia. Ik gebruik daar vandaag de Anastasia Beverly Hills Dip Brow Pomade in de kleur Blonde voor. En een kwast ook van Anastasia. Dit is de 14. Gewoon ook weer zo'n schuine kwast. Ik breng dan een klein beetje aan op de kwast. En ja, ik weet niet of ik dit echt heel erg op de camera kan doen. Als jullie graag willen zien dat ik dat een keer echt in de diepte mijn wenkbrauwen doe, dan doe ik dat een keer op camera. Maar ik doe het nu heel eventjes aan de zijkant, want het is best wel lastig om dat fatsoenlijk strak in de camera te doen. En dat is 2. Nou, ik zorg er in ieder geval voor dat de meeste diepte aan de buitenzijde zit. Daar begin ik ook, werk langzaamaan naar binnen en in de binnenkant doe ik het echt alleen een klein beetje omhoog aanzetten, zodat je dus echt een mooi verloop in die wenkbrauwen ziet. Dat zijn de wenkbrauwen. Dan gebruik ik een klein beetje poeder. Dat gebruik ik nu even de Hourglass Translucent Setting Powder in de kleur Veil. Dat is deze. En daar gebruik ik even een klein sponsje voor. En ik gebruik op zich niet te veel, want ik zag dat het al wel goed ingetrokken is. Ik gebruik een klein beetje onder mijn ogen om te zorgen dat ik daar geen lijntjes krijg straks. Een klein beetje tussen mijn wenkbrauwen in en langs mijn neus. En op mijn kin. Zo. Dan wil ik nog een beetje oogschaduw aanbrengen onder mijn ogen. Ik gebruik daarvoor de Sigma Pencil E30. Dat is deze. Die loopt dus een beetje taps toe. En daar gebruik ik weer deze twee kleurtjes voor. Ik doe dan een klein beetje op het puntje. Begin weer een beetje aan de buitenkant. En ik werk langzaamaan een beetje naar binnen. Zodat je die verbinding ook krijgt met de bovenkant.
dus zo uit. Dan ga ik verder met wimperkruller. Zet ik even een beetje aan. En dan gebruik ik weer de Essence mascara. Nou, die gebruik ik een klein beetje aan de aanzet van mijn wimpers. Daar wiebel ik hem een beetje heen en weer. Zeker bij deze smoky eye wil je dus ook weer dat de diepte langs de wimperrand zit. Ik heb trouwens binnenkort een Halloween feestje gepland. Dus ik vind het wel leuk om daar eens een keer uitgebreid make-up ook voor te doen. Ik ga dat voor zowel voor mezelf als voor Thomas doen. Ik ga waarschijnlijk als mermaid, zeemermin. En Thomas gaat waarschijnlijk als scarecrow. Een soort evil vogelverschrikker idee. Waar ik dan echt met wax en latex en dergelijke ook kan gaan werken. En voor mezelf met glitters, parels, dat soort dingen. Dus jullie het leuk vinden om daar ook een video van te zien. Laat hieronder dan even een berichtje achter. Dan kan ik kijken of ik dat kan gaan filmen. Ik heb dus nu die aanzet van die wimpers even goed gedaan. En om de uiteindes te doen gebruik ik dus weer de False Lush X-Fiber van L'Oreal en dan de nummer 2. Dan breng ik weer wat blush aan. Ik heb de Milani Luminoso Baked Powder Blush met de Morphe R4. Dat is niet handig. Die. En die breng ik een beetje aan op de appels van mijn wangen. Zo. Nou, je ziet dat ik er weer wat meer kleur nu krijg in mijn gezicht. Dan als één na laatste Anastasia Beverly Hills highlighter. Dit is de samenwerking met Embreezy. Dus die mooie gouden kleur weer die ik de vorige keer ook gebruikt heb. Vind ik wel heel mooi bij die warme tinten die we nu gebruikt hebben. Om dat dan ook met een gouden highlighter even af te maken. En dan gebruik ik weer eventjes, doe ik dat weer op de hoge punten. Hier, wauw. Licht valt er mooi op. Op de neus. Cupido boog. Zo over de lip. En nog een klein beetje hier. Dus gewoon het laatste beetje wat op de kwast zit. En een klein beetje hier. En dan pak ik weer dat kleine kwastje. Om dat dus ook een beetje aan de binnenkant van mijn ogen aan te brengen, wat ervoor zorgt dat je ogen dus wat opener worden. En een klein beetje onder de wenkbrauw, op dat wenkbrauwbot. Om dat ook nog wat meer te accentueren. Dan, als laatste om alles vast te zetten, heb ik weer de Varsaline Rose Gold Skin Mist. Die met die gouden flakes erin. En met mijn ventilator laat ik die even intrekken. Ik hou mijn lippen even heel naturel. Dat had ik van de week ook toen ik jullie vroeg of jullie die tutorial wilden zien. Ik heb van de week bij een bestelling lipstift gekregen van het merk Chen Yu. Rouge Forever Divine. Ik heb er nog nooit van gehoord, deze. Maar het is een hele mooie naturel lipstift. Dus die had ik van de week op, dus die breng ik nu ook weer even aan.
En dan ga ik mijn haar even feunen voor het eindresultaat. Zo terug. En zo is die dus helemaal af met mijn haar weer gedaan. Nou, dit is de make-up look. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Vonden jullie dit een leuke video? Laat dan even een duimpje omhoog achter. Vergeet je sowieso niet te abonneren. Zoals ik in mijn vorige vlog al zei, komt er binnenkort een giveaway aan voor de mommies to be onder ons. Of mensen die het leuk vinden om het voor iemand anders te winnen. Abonneer je, want dat wordt sowieso een van de voorwaarden. En dan ben je ook gelijk op de hoogte wanneer er een nieuwe video komt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!